Vandaag maken we de subsidies bekend voor duurzaam transport. En dan gaat het om 34 miljoen aan subsidie, waarmee we bijna 90 miljoen aan investeringen opstrekken. Goed voor het klimaat en heel goed voor het bedrijfsleven. Door de subsidie kunnen wij in een mooi project twee vrachtwagens laten bouwen. We gaan een elektrische kraanwagen bouwen met aanhangwagen en een elektrische trekker met oplegger. Beide bestemd voor bouwlogistiek in Nederland. Wat we hier zien is een eerste CC-cabine wat elektrisch gemaakt is. Dit is een eerste stap in de ontwikkeling dat uiteindelijk een vrachtwagencombinatie op moet leveren met een autolaadkraan die volledig elektrisch aangedreven wordt. En dat is uniek in de wereld, dat is nog niet eerder gebouwd. De ontwikkeling van elektrische voertuigen is heel belangrijk voor Nederland. De voertuigen zijn stil, ze hebben geen uitstoot. Het is goed voor CO2 terugdringen, goed voor de luchtkwaliteit in de binnensteden. Dit zijn de eerste stapjes en het eerste resultaat. Wij zijn geweldig.